Australië heeft wat je noemt een slechte reputatie voor haar gevaarlijke en dodelijke dieren. De Australian Museum in Sydney heeft een gerangschikt gedeelte met de meest gevaarlijke dieren uit Australië. Wij hebben in deze video die volgorde ook gehanteerd. Ook al komt een aanraking met een van deze dieren in verhouding veel minder voor dan bijvoorbeeld een ongeluk in het verkeer, moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn als je je begeeft in gebieden waar deze dieren soms zomaar tevoorschijn kunnen komen. De lijst is gebaseerd op een combinatie van verschillende dingen, zoals hoe groot de kans is dat je ze tegen kan komen en hoe gevaarlijk ze zijn ten opzichte van mensen. Vergeet niet om te abonneren en om op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen als wij een nieuwe video uploaden. 10. Common Death Adder. Deze gevaarlijke slang staat op 10 mede omdat hij zo gevaarlijk is vanwege de camouflage. Terwijl andere slangen aanvallen als ze zich bedreigd voelen, bevriest de doodsadder zichzelf. Het is dus gemakkelijk om gebeten te worden als je door een struikachtige omgeving loopt en per ongeluk op een doodsadder stapt. Zijn tanden zijn vrij lang en kunnen diep doordringen. De doodsadder is een cobra-achtige slang uit de familie koraalslangachtigen. De slang is zeer giftig en bij een beet kan het gif dodelijk zijn voor mensen. Bij een beet kan je je zicht verliezen, erg duizelig worden en zelfs flauw vallen. Ze worden ongeveer 50 centimeter tot een meter lang. De slang komt bijna in heel Australië voor, behalve in de woestijnachtige gebieden en zuidwestelijke delen van het land. Ze graven zich overdag deels in het zand om te rusten en komen 's nachts tevoorschijn tijdens de nachtelijke jacht. Ze voeden zich voornamelijk met kleine vogels, muizen en soms hagedissen. 9. Coastal Taipan. De taipan is niet een agressieve slang, maar ze kunnen heel snel en precies toeslaan uit verdediging. De taipans die in het binnenland voorkomen kunnen giftig zijn. Maar er zijn tot nog toe geen mensen overleden door deze slang. Ze komen uit de familie koraalslangachtigen. De lichaamskleur is variabel, van geel of donkerbruin tot bijna zwart. De totale lichaamslengte loopt ook uiteen van zo'n 1,5 tot 2,9 meter. Ze voeden zich voornamelijk met zoogdieren, maar soms ook met een hagedis of vogel. Ze komen voor in graslanden en gematigde bossen in het noorden van Australië. De taipan is een van de giftigste slangen van Australië. Een beet kan dodelijk zijn voor mensen, maar er is een tegengif. 8. Blue-ringed octopus. Terwijl een meerderheid van de mensen geloven dat de octopus een vriendelijk zeeschepsel is, voldoen niet alle octopussen aan deze bewering. De blauwgeringde octopus is namelijk een van de gevaarlijkste oceaanmonsters die over het algemeen rond Australië en de grenzen van de Stille Oceaan en de Indische Oceaan worden aangetroffen. De beet van de octopus is vaak klein en niet pijnlijk. Bovendien bloedt het niet, zwelt het niet en verandert het niet van kleur. Mensen kiezen er dus vaak voor om niet naar het ziekenhuis te gaan. Maar er zit gif in de beet en als het gif het overneemt, kan de persoon een zuurstoftekort door hersenletsel krijgen. Er zijn 4 verschillende soorten van deze octopus. Bijna alle meldingen van mensen die gebeten werden door deze octopus hadden het beest opgepakt, waarna het hun ging bijten. Als je ooit deze octopus tegenkomt, moet je het dus gewoon met rust laten. 7. Sydney Funnel Web Spider. Veel wijken van Sydney zijn gebouwd in het leefgebied van de Australische tunnelwebspin. Sinds 1927 zijn er 14 mensen omgekomen door deze spin. Gek genoeg alleen maar door het mannelijke geslacht. Direct contact met de zon kan deze spinnen doden, dus hebben ze een plekje nodig om te verstoppen voor de zon gedurende de dag. Het is vaak voorgekomen dat ze zich op hun gemak voelen in de schoenen en dat ze zich daarin vaak schuilhouden. Het is een spinnensoort uit de familie Hexatelidae. De soort komt voor in Nieuw Zuid-Wales en in Sydney. Zijn lijf wordt zo'n 4 centimeter groot. Het kan uitstekend zwemmen en meerdere uren onder water blijven. Het gif van deze spin is zeer sterk en kan dodelijk zijn. Een beet kan binnen 15 minuten al fataal worden. Na enkele minuten treden verschijnselen als verkramping in de spieren op. Er is echter ook een tegengif voor deze spin en sindsdien zijn er geen dodelijke slachtoffers meer gevallen. 6. Saltwater Crocodile. Een van de gevaarlijkste krokodillen leeft in Australië. De zoutwaterkrokodil kan gemakkelijk manoeuvreren op het land en in het water. Wanneer een persoon te dicht bij ze in de buurt komt, wordt het moeilijk om nog te ontkomen aan deze agressieve reptielen. Zoutwaterkrokodillen kunnen tot 5,2 meter lang worden en wegen in het algemeen rond de 450 kilo. Ze zijn een uitstekende zwemmer en kunnen zelfs grote haaien doden.
Ze gebruiken hun lichaam om de prooi te grijpen en slepen het vervolgens onder water om ze te verdrinken. Het is het grootste reptiel ter wereld en het dier leeft in veel verschillende landen. Het is geen bedreigde diersoort en er komen zo'n 200.000 tot 300.000 exemplaren in het wild voor. 5. Eastern Brown Snake. De Australische bruine slang, ook wel Pseudonaya textilis genoemd, komt uit de familie koraalslangachtigen. Ze gelden als de giftigste slang ter wereld na de inland taipan, die ook in Australië voorkomt. Ze komen met name voor aan de oostkust van Australië en leven in heel veel verschillende soorten omgevingen, zoals een eucalyptusbos, heide en schrubland. Het zijn slanke slangen en worden ongeveer 2,5 meter lang. Ze kunnen lichtbruin of zelfs bijna zwart zijn op hun rug en hun buikhuid is lichtgeel, vaak met oranje of grijze plekken. Ze zijn met name overdag erg actief, maar bij warm weer ook soms 's nachts. Ze houden zich verscholen in rotsspleten, boomstronken of in holen. Ze voeden zich voornamelijk met knaagdieren, kleine zoogdieren, vogels en hagedissen. Soms worden andere slangen zelfs opgegeten. Bij grotere prooidieren gebruiken ze niet alleen hun giftige beet, maar wordt de prooi ook gewurgd. Iets wat erg ongewoon is binnen de koraalslangachtigen. 4. Bull shark. Deze haai behoort tot de top 3 meest gevaarlijke haaiensoorten ter wereld en valt vaak mensen aan die zich op zijn territorium begeven. Het leeft in het modderige water van de rivier en jaagt op andere waterdieren zoals vissen, dolfijnen en slangen. Omdat het zwemt in ondiep, modderig water kunnen mensen het niet zien en als ze te dichtbij komen valt de haai ze aan. De beet van de haai kan fataal zijn omdat het zijn slachtoffers in het water sleurt en ze verdrinken of sterven als gevolg van bloedverlies. De stierhaai is een onvoorspelbare, vaak agressieve soort en verantwoordelijk voor veel aanvallen op mensen. Ze worden zo'n 3,5 meter lang en 320 kilogram zwaar. Vrouwtjes worden groter dan mannetjes. De stierhaai wordt maximaal 32 jaar oud en heeft weinig natuurlijke vijanden. Jonge haaien vallen alleen soms ten prooi aan andere haaiensoorten. De haai verwart ons bij een aanval met zijn natuurlijke prooi. Hij eet namelijk geen mensenvlees. De aanvallen hebben dan ook betrekking op mensen die aan de oppervlakte van het water zwemmen in wateren waar de haai in voorkomt. Zoals in troebel water of in de kustwater op surfers. Vergeet niet om te abonneren en om op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen als wij een nieuwe video uploaden. 3. Irukandji jellyfish. De Irukandji is een kwal die behoort tot de familie Charybdidae. Volgens vele wetenschappers is deze piepkleine kwal het giftigste dier op aarde. Deze kwal is de gevaarlijkste en giftigste van alle kubuskwallen en wordt vooral aangetroffen in Noord-Australische wateren en in het Groot Barrièrerief. Hij heeft de grootte van een vingernagel, 4 tentakels met een lengte tussen de 5 en 50 centimeter en is nauwelijks zichtbaar in water omdat het zo klein is en zo goed als doorzichtig is. Hij is anders dan andere kubuskwallen, omdat hij niet alleen netelcellen in zijn tentakels heeft, maar ook op zijn klok. Op deze manier vergroot de kwal de kans op het dodelijk treffen van een prooi. 2. Honeybee. Ze komen niet oorspronkelijk uit Australië, maar leven er nu wel en staan op nummer 2 omdat beten van deze honingbij vaak voorkomen in Australië. Als je allergisch bent, kan een enkele beet je al erg fataal worden. Ze steken je maar 1 keer. Alhoewel een steek niet dodelijk is, komt het vaak voor dat mensen achtervolgd worden door meerdere bijen. En dit kan erg pijnlijk worden. 1. Box jellyfish. Kubuskwallen zijn een vrijwel uitsluitend in de zee voorkomende klasse van kwallen. De box jellyfish komt vaak voor in het noorden van Australië, tijdens de warmere maanden. Precies op de plekken waar mensen zelf ook vaak zwemmen. Ze komen meestal in aanraking met mensen als ze zich dicht bij de kust bevinden. Het zijn extreem giftige kwallen en kunnen zelfs dodelijk zijn. 10 van de meest gevaarlijke Australische monsters. Laat ons in de comments weten wat jij van deze video vindt. Vergeet niet om te abonneren en om op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen als wij een nieuwe video uploaden.